Eddy Duperron, een cosmopolitisch auteur die samen met Menno ter Braak het tijdschrift Forum leidde. Een tijdschrift met weinig abonnees, maar met een immense invloed. Ze voerden een correspondentie, ter Braak en Duperron, die in vele delen verscheen. En waarin hun literatuuropvattingen, maar ook hun maatschappelijke standpunten verwoord staan. Stelling namen ze tegen het nationaal socialisme. Ze stierven op bijna hetzelfde uur, op hetzelfde dag. Ter Braak pleegde zelfmoord en Eddy Duperron stierf aan angina pectoris. Het kind dat wij waren. We leven het heerlijkst in ons verst verleden, de rand van het domein van ons geheugen, de leugen van de kindertijd, de leugen van wat wij zouden doen en nimmer deden. Tijd van tinnen soldaatjes en gebeden, van moeders nachtzoen en parfums in vleugen, zuiverste bron van weemoed en verheugen, verwondering en teerste vriendelijkheden. Het is het liefst portret aan onze wanden, dit kind in diepe schoot of wijde handen. Met reeds die donkere blik van vreemd wantrouwen. Het eenzame kleine kind, zelf lang verdwenen, dat wij zo fel en redeloos soms bewenen. Tussen de dode heren en mevrouwen.